Wat er gebeurde in de vorige hurtworld. Stop it. I'll fuck I' fucking pay you $100. Give me your PayPal. You are the worst kind of person that there is. Wat een kut hond. Kut! Ta, -ta, -ra -ta, -ta, ta. We hebben een hok Victory! Please, thank at this corner, yeah. Oh, en hij wil er opspringen en dan binnenkomen. Lol, kan dat? Hè? Huh? Oh, ik had hem bijna, ik had hem serieus bijna. Het zou mogelijk moeten zijn, maar je glipt van iemands kop af. Oké, okay, kom ik. Yeah. Nou, I slide from his head, man. Ja, yeah, debug system. Uh, is het anders niet mogelijk om vanaf deze hoek? Nee, deze hoek is hoger. Ha? Huh. Oké, okay, wacht. Wat nou als ik gewoon dit doe? Oh man. Oh, horrible. I can, I can. Build into it. We can gewoon naar het. Uh, we need a workbench and some more wood. I'm crafting the workbench. We need to get more wood. Oh, krijgen. Okay. Prima. Nu ben ik ook eigenlijk compleet vergeten waar ik origineel naar op zoek was. Die gasten hebben me afgeleid van mijn originele missie. Fucking! Maar ze zeiden net van ja, we hebben concrete nodig en lalalala. Maar je kan toch zeg maar niet in de aanwezigheid van iemands huis. Of in ieder geval. Te dichtbij kan je toch niet dan bouwen, de, de, anders zou het fucked up zijn. Dan zou je gewoon, letterlijk als ik dan de hoogte in ga bouwen, dan kan iemand er zo een trappetje naast bouwen. Dat is bullshit. Uh, I think we need some limestone to build some concrete. What the fuck is limestone? Is dat kalksteen? Oh ja, dat is kalksteen. Ja, fuck dat. Dat ga ik niet aan hun geven. Die ga ik gebruiken voor mijn eigen basis. Dan ga ik niet gebruiken voor een of andere kakbasis die waarschijnlijk toch al leeg is. Oeh, we hebben bijna genoeg leer om een rugzak te maken. Kijk, dat is chill. Dus als ik het zo bekijk, hebben we eigenlijk nog meer hout nodig. Dat sowieso, dat is één ding. En meer leer. Dus beesten doden en hout verzamelen, steen en zo. Ja, dat hebben we op zich ook wel nodig, zodat we uiteindelijk de muren van steen kunnen maken in plaats van van die crappy houten muren, weet je? Oh god, we moeten nog één leer en dan hebben we een rugzakje. Hier, beestjes, 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 beestjes. Oh, wat is hij erop gekomen? Zag ik dat nou goed? Oh ja, zie je dat? Die uh, ramp van concrete. Lol. Did you get in? What's inside? Wait a second. Uh, nothing I think so. Wat zei ik je? Oeh, ik heb gewoon een constructiehamer gevonden. Nou ja, het is altijd geinig om een extra te hebben. Nice little base. Thank you. Ah, that's yours? Ja, yeah, man. Ah, oké. Okay. <laughs> I'm still working on it, man, but it's such a struggle. Ja, ik heb meer leer. Nice! Oké, okay, dus dat betekent dat we een rugzak kunnen maken. Oké, okay, dan gaan we zo direct terug daarvoor. Uh, als we, zeg maar, niet ziek worden door het doorweekt zijn en shit. Ik zie hier kalksteen staan. Ik zie daar verderop nog kalksteen staan. Die kunnen we natuurlijk gebruiken voor meer beton. Om dus uiteindelijk nog een muur eromheen te bouwen. Ook al... Denk ik niet helemaal dat het gaat werken op de manier zoals ik wil. Maar ja, het, het, desondanks zit het gewoon voor extra ruimte en dus meer versterking aan de basis. Ja, ja, ja. Want hoe meer zeg maar, grond je afdekt door middel van je eigen beton, hoe zeg maar, minder ruimte uh, andere mensen hebben om daar op te bouwen en dus de hoogte in te gaan. Tenminste, zo denk ik erover. Dus ik denk dat het juist uh, voor profijt kan zorgen. Kijk, als ik hier dan ook nog zaadjes uit kan krijgen, dat zou ideaal zijn. Want dan kan ik ook orongetjes voor mij... Kijk, één zaadje. Kijk, dat is mooi. Want orongetjes, die zijn goed om te plaatsen. Want die kan je uiteindelijk, als ze bedorven zijn, kan je daar uiteindelijk weer benzine van maken. En benzine kan je weer indienen als een soort betaalmiddel bij mensen. Van, hé, hey, ik geef jou twintig benzine, uh, mag ik dan twintig ijzer van je? Weet ik veel hoe de markt in elkaar zit, maar er zal vast wel een markt voor zijn. Zo, die gaan hier. Oh, ik heb aan de achterkant heb ik ook gewoon nog ruimte. Oké, okay, dus dat is ideaal. Ik dacht ik zit uh, wat meer te dicht op die steen daarvoor. Maar ik denk dat ik precies genoeg ruimte heb eromheen. Om dus een, uh, nog een uh, betonrand eromheen te maken. Dus ik denk dat ik dat zelfs misschien eerst ga doen. Die betonrand eromheen maken. Uh, dat is dus de initiële beveiliging als het ware. En vanuit daar kunnen we dan de hoogte inwerken. Oké, okay, de rugzak is gemaakt. Dan moeten we nu nog even betonen. Ton hebben. Dat was kalksteen en gewoon steen. Laten we zeggen. Ja, ik weet niet exact hoeveel ik ook weer nodig had. Maar laten we zeggen 120. Ik denk dat dat eventjes voldoende is. Zetten we ondertussen ook gewoon even het kamvuurtje aan. Voor even wat vleesjes. Of wacht, heb ik ook ijzererts toevallig nog? Ijzer, ijzer, ijzer. Het ziet er niet naar uit dat ik ijzer heb. Anders kon ik dat gelijk meesmelten. Maar dan moest ik dat natuurlijk met kool doen in plaats van hout. Maar aangezien. Ja. Uh, yeah. Dat hebben we niet. Dus dan maar zo. Constructiehamertje erbij. Is dit uh, beton, fundament? Ja, kijk. Oké, okay, dat is goed. Hier een, hier een. Oké, okay, we hebben dus blijkbaar meer nodig dan dat ik origineel geanticipeerd had. Uh, even kijken, dus dat betekent 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 keer 20 is 120 natuurlijk. Dus hebben we nog een tikkeltje meer nodig. Volgens mij heb ik dan net genoeg. Nee, ik heb bij na niet genoeg. Kak, ik heb 40 pas. Nou, ah, het zijn toch weer twee blokken. 1, 2, 3, 4. Ja, oké, okay, er zijn dus nog vier nodig. Kak, waar haal ik zo snel een kalksteen vandaan? Hé, hey, what the fuck? Was die naar mij bedoeld? Sowieso, waar kwam die vandaan? Ik zie die persoon helemaal niet. Dat is eigenaardig. Ik wil anders wel een hartig woordje met die persoon spreken hoor. Ah, ik ben wel blij dat ik zeg maar mijn huisje bij zo'n gebied heb gezet. Waar zeg maar de resources niet zo schaars zijn. Het is gewoon, daar is kool, hier is kool, weet je. Daar is kool, daar heb je steen, steen. Uh, kool is het ook weer volgens mij. Alleen ja, kalkstenen is dan weer een beetje schaars. Wiens hok is dit nou weer? Nou ja, <laughs> dus ja zo'n begin kan er natuurlijk ook zijn. Hé, hey, hier staat de deur gewoon. Oh, oh nee, wacht. Dit is een dubbele opening. I get it, I get it. Geinig. Hé, hey, wacht. Dit is zo'n lootplek. Hoogstwaarschijnlijk allerlei zombie... Eh, nou, zombies. Radiation uh, meuk. Oh, dat is nog best dichtbij. Wacht, is dat limestone? Kut, die moet ik hebben. Hé, hey, wacht. Er ligt hier ook gewoon nog een kistje. Nee. Ja, hoor. Kamvuurtje. Ja, waarom niet, joh. Ik kan hem nog altijd op de grond gooien. Hé, hey, dat is de basis van een quad. Oké, okay, ik weet het. Ik loop hier een beetje gevaar. Omdat het natuurlijk hostile gebied is. Tenminste, het staat er niet letterlijk. Maar we kunnen allemaal wel een beetje de rekens omplaatsen. Van hé, hey, als ik iemand hier tegenkom. Die heeft ook waarschijnlijk een wapentje. Of meer dan ik. Dan haalt hij me neer. Ik blijf in beweging. Niet op één plek blijven staan voor die gratis headshots. En dan kunnen we nu, nu, nu. Schiet eens op man, schiet eens op. Oh, Oké, okay, we gaan er door. Ah, kijk, nog meer. Kijk, lekker dan. Ik wist wel dat ik zeg maar daar naar weg moest. Om zeg maar die shit uh, te kunnen vinden. Kijk, daar zit er uh, ook toevallig nog één. Dus dat zal genoeg zijn... Uh, ...om, om, 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 om uh, even verder te gaan met, die, met dat fundament. Hé, ik kwam er niet op. Oké, okay, we zijn er weer. Eens even kijken. Beton moesten we hebben, hè. Dat is vijf van die. Nou, dat hebben we. even kijken. Vijf keer... Zou uh, hopelijk genoeg moeten zijn. Steentjes erbij. Zo. Dat komt uit op een magere 120. Maar we hadden nog, weet ik veel, 40 of zo. Hier een fundamentje. Daar een fundamentje. Hier een fundamentje. Klaar. Oké. Okay. Dus dan kunnen we nu met een scheidlading en hout al die muurtjes eromheen zetten. Houten muur. Kijk. We moeten wel echt fucking veel plaatsen, maar hé. Hey. Uh, dat maakt op zich niet uit. Want dat is voor de veiligheid. En dan plaatsen we hier gewoon aan deze kant de deur: metalen deuropening, stenen deuropening. Hier gewoon metaal. Het kost gewoon hout. En dan noemen we ook een metalen deur erbij. Huppakee. Alleen nu hebben we echt nog zoveel meer hout nodig om het compleet af te ronden. Ja, ja, ja. Jezus. Jezus. En ik maar denken, ik heb op zich wel genoeg hout hoor. Nee, 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 nee. nee. Laten we nu maar gewoon even een outfitje maken. Want we hebben ook nog, even kijken, uitrusting. Laten we die maar doen. Een basic pants, een shitty t-shirt. Mutje uh, mutsje, mag erbij, een ushanka. Schoenen. Ja, voor schoenen heb je dan weer dat nodig? Kom op man. Fuck it, dan lopen we gewoon maar even zonder schoenen. Hier, mutsje, broekje, shirtje. Goed zo. Oké, okay. missie hout. Tering veel hout. Huh? Haha, <laughs> die is lekker bezig. Ik ga hem zo direct wel even gedag zeggen op de terugweg. Mmm! Godverdomme. Wie deed dat? Welk kind van een hond schoot een fucking pijl op me? Oh, wat? Ik begin hier te bevriezen. Ja, dit is zeker een forest biome, hè? Die is een tikkeltje kouwer. Oké, okay, ik pak dat hout en dan boek ik hem terug. Ja, hier. En dan kom ik weer in die andere biome en is er gewoon gelijk de vrieskou is weer weg. Ongelooflijk. Kijk hier. Ik doe een paar stappen hier naartoe. Ja, dan, dan wil ik wel dat hij even in beeld komt, want anders kan ik mijn punt niet duidelijk maken. Ach, laat ik maar. Je, je snapt hem, godverdomme. Er eh, loopt een persoontje. Oh, lekker. Die gaat zijn gang wel. Ik moet hem wel een beetje in, zijn smieze, in de smiezen houden. Hallo. Hello? Heyo! Yo. Um, I have a question. Um, we need some clay. Do you got some? Uh, clay... Clay, yeah, for, for, for the, um, for for the totems where you can, uh, respawn. No, I don't have clay, man. I'm sorry. Uh, okay. Good luck finding them. because You should, like, check the road. They're usually near the road. Okay. Veel succes, Makker. Of heb ik wel klei? Ja, maar hij mag het niet krijgen. <laughs> dan pakt men de hamer. Zoekt even de juiste houten muur uit. En dan gaan we gewoon even lekker dit proberen af te ronden. En dan te bedenken dat ik er eigenlijk ook nog een plafonnetje bovenop moet bouwen. Hè? Dus ik heb echt nog sowieso meer hout nodig. Ja, even kijken. 1, 2, 3. 4, 5. 5 keer 20 is 100. Even kijken, dat betekent dat ik iets van. Ik kan niet meer rekenen, joh. Nou, het zal wel. We hebben gewoon nog meer hout nodig. Om zeg maar deze muur af te ronden. Of dit dan. En dan moeten we ook nog een plafonnetje erop maken. Zit er nou weer iemand met een fucking pijlenboog op me te schieten? Ja, 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 ja. God, God, God. Maar dat moet nou vanuit die heuvels vandaan komen, hoor. Ik zou niet weten waar het anders vandaan moet komen. Men noemt me schelen Henkie, maar ik zie niemand hoor. Ook omdat het donker is natuurlijk, maar alsnog. En apart gezien, daar denk ik nu opeens aan. We zijn nog geen enkele Nederlander tegengekomen. Werd ik nou weer beschoten? Ja, 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 ja. Oké, nu naar rechts. Links. Ik weet, ik hoor hem zeg maar triggeren. Hallo. Hey, bro. I'm getting shot at. It's an enemy. Yeah, I'm too. I'm too, my friend. Okay, okay. Come, we can kill him. We can? Yeah, we can. Come on. Okay, okay, okay. We can kill him. Okay, let's go. Miss, bro. Miss, bro. I you run away, huh? Huppa! <laughs> here, prick some more. Prick him. I have all three prickies on him. Legend, cut kid. Nice. Idiot. Oh man. Hey, okay, wat je nodig. Oké, okay, let's go, let's go oké? Okay? Ja, yeah, sure. Wait. We kunnen split it up. Fucking Bean McQueen. En eigenlijk wat, zag je dat? Hij ging ook gelijk disconnecten. Wat een hond. Hier. Yeah. Houten stam. Kijk hier, lekker dan. Ik pak het allemaal mee, hoor. Thanks man. Yo. Ik split het up. Fucking droog, dus diezelfde man die we gewoon de hele tijd spreken Yo, there's some clay over there, if you want Yeah, I saw it Gewoon diezelfde man die ik gewoon eens in de zoveel tijd weer even tegenkom Oh, ja, 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 ja leuk En dan, dan, dan opeens Ja, zullen we die man even killen? Ja hoor, weet je, fucking mooi Eh, uh, gella. Ja Ah, uh, hier again Yes <laughs> Oh, die man, oh, ik weet niet, ik weet een Prachtgozer, is een prachtgozer, het is een prachtgozer. Oké, okay, eens even kijken. We kunnen even dit eraf halen. Even het kooltje erop doen. Vleesje erbij. En. Nee, laten we eerst maar het ijzer doen. Ijzer duurt langer, dus yup. Oké, okay. okay, al onze hout ...tieven we hier dan even neer. Maken we even een scheidlading aan planken. We moeten ook nog dat plafond doen, dus ik maak eigenlijk, converteer gewoon letterlijk alles in uh, planken. Zo, nou dan is zeg maar dat, qua dat alles afgerond. Vloer. Moeten we daar nog, uh, nog even bovenop. Dat is 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, god, nee. Heb ik hem verkeerd geplaatst? In de vlugigheid. Nee, 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 nee. Hij zit goed. Hij zit goed. En ik heb nog genoeg om het compleet af te sluiten. Kijk, dat is mooi. Zo, hier. Dubbelwandige basis. Wat willen we nog meer? Geen zonnesteek. Dat willen we niet. Dat willen we niet. Hoe kan dat nou? Dat zit in dat hok. En ik neem al afstand. God, nom de Juman.